fucking holy shit. Paprika love you. We zijn er weer, mensen. Zo, dit kan gewoon. We zijn er weer speciaal vandaag voor een nieuwe video. En ik heb een superleuk idee bedacht, jazeker. Namelijk, selfies van YouTubers raden. Want, weet je, ik ben niet de enige YouTuber die een selfie maakt. Meerdere YouTubers maken selfies op het internet. En ze vinden het dan nodig om die op YouTube te plaatsen. Nee, dat doen ze niet. Ze plaatsen het op Instagram of Snapchat. Soms probeer ik dingen in één adem te zeggen en dat lukt me gewoon niet. Dan gaat het gewoon fout en dan moet ik gewoon naar huis. Ik ben thuis, oké. In ieder geval, vandaag is het tijd voor een video waarin ik selfies van YouTubers ga raden. En dan hoor ik je denken, hè Kelvin, hoe kan dat dan? Want dan, normaal gesproken, heb je dan iets en dan moet je het raden. Maar nu zie je dus al de selfie, maar dan weet je dus al wie het is. Dus wat is je idee, Kelvin? Wat heeft je kutbrein weer bedacht? Nou! Ik heb iets bedacht, ja. Iets superkut. Een vriend van mij, genaamd Jart, jazeker, die doet wel vaker van dat werk. Of voor, ja, die helpt me vaker. Thank you man, I love you. Hij heeft, van selfies van YouTubers, heeft hij beschreven wat er gebeurt. Hij heeft beschreven wat er gebeurt in de selfie, snap je? Dus hij heeft zeg maar gewoon gezegd, oké, stel je voor dat ik deze selfie zou maken. Dan zou hij dus... Wow, mijn neus, it's fucking dying. Dan zou hij dus hebben beschreven, oké, je ziet een jongen met een rode pet en een paprika in zijn hand en hij lacht en hij lijkt op een Chinees, want zijn ogen zijn helemaal dicht. Dat zou er dan staan en dan zou ik zeggen, oh, dat is overduidelijk Kelvin, want hij had dat paprika, snap je hem? Oké, we gaan het gewoon doen, ik hoef niet zoveel uit te leggen, let's get it. Ik heb er wel zin in, dit is weer een nieuw spelletje, weet je, gewoon nieuw spelletjes, ik hou ervan. Ik hou van nieuw spelletjes, ik hou van zulke dingen, daar ben ik helemaal voor gemaakt, dat vind ik fantastisch. Oké, we gaan ervoor, mensen, let's get it. Oké, de eerste. Deze YouTuber zit aan zijn ontbijt en drukt een vork vol met ei tegen zijn wang. Which YouTuber does that? Zijn mond is open, waardoor je de stukjes kapotgekauwde ei goed kan zien in zijn mond. Dus dan is het gewoon... Wie zou zoiets doen? Wie zou zo'n selfie maken? Oké, ik denk dat het... Ik denk dat het Enzo is. En ik weet niet waarom. Ik heb gewoon een onderbuikgevoel dat het Enzo Knol is. We gaan gewoon kijken, mensen. 3, 2, 1. Is dit een selfie van Enzo Knol? Met. Met, waarom doe je dit? Waarom? Why, man? Serieus, ik zit best wel vaak op Instagram. En dan zou ik deze selfie ongeveer wel hebben moeten gezien hebben gedaan, toch? Of niet? Blijkbaar is het gewoon helemaal ontgaan. Tof, hey, thanks dat je gewoon ei tegen je wang aandrukt. Ik moet dat eens een keer proberen. Jart, wil je de volgende keer geen selfies uitkiezen met eten erin? Want dan word ik gek. Dan word ik echt gek. Deze gespierde YouTuber staat in de sportschool met een andere gespierde YouTuber. Oké, yep. Dat sluit een heel hoop mensen uit. Het is een spiegelself. Eentje staat voor en de ander staat vlak achter hem. De achterste YouTuber kijkt stoer. Maar betekent dat de voorste YouTuber dan niet stoer kijkt? Of, what's the deal here? What's happening here? Wow, ik vind het wel echt moeilijk. I'm having struggles with this shit. I really do. I mean, it's difficult what I'm trying to be doing in this bitch. Oké, ik ga voor Armo. Want ik weet dat Armo sport en dat hij wel eens in een sportschool is. Ik denk dat Armo en dan achter hem staat gewoon Joey of zo. Of Tim of I don't even know. Maar één van die gasten staat gewoon achter hem. Mensen, we gaan het zien. Is deze selfie van een YouTube genaamd Armo? Rutger. Oké, dat had ik kunnen weten. Kelvin, je moet iets beter nadenken. Je moet iets beter nadenken op het moment dat je zo... I'm fucking this shit up. Really, man. I'm fucking this shit up. Ik vind het echt, dit is echt moeilijk. Echt fucking moeilijk. Deze selfie is van onder genomen met de zon op de achtergrond. We zien het gezicht niet goed. Onder andere de lange haren van deze YouTuber over het gezicht heen hangen. Het is geen charmante foto. Hey, ik ben niet degene die dit zegt, hè? Misschien vind ik hem wel juist heel charmant. Lange haren, ik denk dat het Joost is. Ik denk, ja! Ja! Ik denk het wel. Want Jart zou nooit van iemand die hij niet kent zeggen dat het geen charmante foto is. Maar hij zo heel lang haren heeft Joost ook niet. Maar ik denk, ik ga gewoon Joost doen. Gewoon kijken. Joost is vaak degene met niet al te charmante foto's en dat doet hij dan expres en dat vind ik dan wel grappig. Maar oké, mensen, we gaan het gewoon zien. Is het Eenhoorn Joost? Thomas, stuk tv. I'm fucking it up. Vergeet trouwens niet mee te doen, hè. Als je meedoet, dan kun je gewoon in de reacties achterlaten hoeveel van de 10 jaar goed had. Oké, we gaan door. Deze YouTuber kijkt heel boos vanuit onder de pet die hij draagt. Ook heeft hij een camouflage shirt aan en een oorbelje. De was moet nog gedaan worden, want er ligt een vieze onderbroek op zijn bed. Ik ga voor Job. Job kijkt namelijk wel vaak boos op zijn foto's. Maar dan gewoon zeg maar zo. En volgens mij heeft hij een oorbel. Dus ik ga het gewoon doen. Volgens mij is het Job. Mensen, ga ik mezelf weer voor mijn kop slaan omdat het fout is? Of heb ik het één keer goed? We gaan het gewoon zien. Ja! Hey. I got this. I motherfucking got this. I got this, man. Weet je wat? Nu lijkt het net alsof ik fucking goede matties ben met Job. En dat ik altijd de selfies check. Zo lijkt het nu. Dat is niet het geval. Weet je, was een gok. Was een gok. Oh, ik had het gewoon goed. Ik had het gewoon goed. DutchTuber, shout out, yes. And because I got it right, I deserve a piece of paprika.
Kelvin, je bent nu lekker bezig. We gaan gewoon door. Geen stress. Gewoon doen, jongen. Bang, bang. Dit is eigenlijk een vierluik van selfies. Vierluik? What the fuck does vierluik even mean? Oh, zijn het zeg maar vier zo dingen? Is dat het? Zijn het er vier? Dit is eigenlijk een vierluik van selfies. Eén ervan is een intense duckface waar de YouTuber in de caption zelf al meteen op haat. Ik denk dat het Sophie is. Ik denk gewoon dat het Sophie is. Ik weet niet waarom. Ik ga het gewoon doen. Mensen! Is het Sophie? We go see right now. Yes! Yes! I'm so happy! I love life! I'm fucking happy! I really am, motherfucker! Oh, wat was dit goed! Wat voel ik me zo goed? Ik voel me echt goed. Sophie, shout-out naar jou. Je staat altijd goed op foto's. Ik wist dit gewoon. Ik weet niet waarom ik dit wist. Volgens mij omdat ik dit was gecheckt heb. She's on with the fucking duck face. That's right. Oké, deze vrouwelijke YouTuber ziet... Oké, het is een vrouw. Oké, even alle mannen. Get out of here. Get out of here. Deze vrouwelijke YouTuber ziet eruit als een anime personage. Voornamelijk door haar lichtblauwe haar. Achter haar zit een panda die echt of nep is. Wie de fuck heeft een lichtblauw haar? Wie heeft een lichtblauw haar? I don't get it. Welke vrouwelijke YouTuber heeft lichtblauw haar? I don't know. Ik moet nog een keuze maken. Doe wel, Jamie. Fucking, Dionne. Dionne. Ja! Wow, man. It's fucking, holy shit. Ik kan dit gewoon goed. Ik doe dit gewoon goed. Serieus. Ik ben gewoon fucking goed hier aan het worden. Fucking lekker. Oké, we gaan door. Ik ben nu on a roll, man. Volgens mij heb ik 3 van de 6 goed. Dat is gewoon de helft. Dat is gewoon bijna voldoende. We gaan door. Deze 2 YouTubers zitten samen in de auto. De een voorin en de ander achterin. Ze hebben allebei stomme brilletjes op en verrassend grote tanden. Nathan. Oh yeah. Wow yeah! Oh, ik ga zo lekker. Ja, ik wist sowieso dat Nathan zou zijn. Dat was waarschijnlijk ook gewoon Joost. Maar dat leer ik even achterwege. Ik tel hem mee. Ik vind het een goeie. Mensen, ik heb gewoon fucking veel goed. Ik heb... Wow! De gezichtsbeharing, een dikke snor en extreem veel borsthaar maken de selfie van deze YouTuber een interessant, maar ook aanstaljagend geheel. Ja, weet ik veel. Dus David. Dylan. Oh. Sorry David. Dat was geen roast. Fuck, ik heb het echt opgefuckt voor mezelf. We gaan snel door naar de volgende. Deze YouTuber poseert met een boos gezicht voor de foto met een pistool in zijn hand. Hij lijkt niet bang te zijn om de trekker over te halen. Bang bang. Oké, wie is stoer? Wie guy boos? Wie is gewoon, wie heeft scheid en shit? Ik ga gewoon weer voor Armo. Armo. Nee, wacht. Joey. Ik ga voor Joey Bravo. Ties! Ja, maar effe. Dit was niet eerlijk. Ik had gewoon Nerf Gun moeten staan. Als er stond Nerf Gun, dan wist ik gewoon dat Ties het was. Fuck. Deze YouTuber heeft haar arm achter haar hoofd en zweeft in de wolken of zoiets. Ze kijkt een beetje gefronst omdat ze recht in de zon kijkt. Who the fuck does that? Monica. Arm achter haar hoofd. Wie doet dit? I don't know, ik doe wel Monica. Melanie LaToy. There you are. Het ging zo goed. Tot het niet meer goed ging. Zo raar is dat. Dan gaat het goed en dan gaat het niet meer goed en dan... Hoe kan het? Dat ik had... Ah, fuck man. Laat sowieso in de reacties even weten hoeveel jij goed hebt. Dat vind ik belangrijk, want anders weet ik niet of ik slecht ben of dat ik goed ben. Snap je? You get it? Dus laat sowieso in de reacties weten hoeveel jij goed had. Mensen, dat was hem alweer. Dat waren de selfies die ik vandaag even heb geraden. Speciaal voor jullie. Ik vond het heel erg leuk. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Het enige wat ik nog kan zeggen is, vergeet geen paprika's te eten. Dat is goed voor je lichaam, goed voor je weerstand, goed voor je gezondheid. Want het is gezond voor je. En verder moet je abonneren op mijn kanaal, dat kan, dat wordt een groot feest en geef je een duimpje omhoog, dan ben ik gewoon de volgende keer weer. Nou, doei! Toon geen genade! Ik ga dit even heel episch vertellen, mensen. Epische muziek, echo, let's get it. Bel hem op! Vertel wat hij zijn kinderen aandoet. Vertel hem dat hij zo echt geen vrienden meer overhoudt. En als hij dan toch een fucking eind aan zijn leven wil maken, hoe hij hem nu leidt, moet hij maar fucking bij iemand gaan wonen die elke avond seks met hem wil hebben. Dat is vaak de reden. Even tussen haakjes, dat is vaak de reden. Bedankt, specialist Gabriela. Zo kan het niet eeuwig doorgaan. Misschien blijft hij voor zijn kinderen, maar wat zullen die er wel niet van denken als ze erachter komen? Hij had